Ik ga precies zoals ik het wil. Dat is mooi, Henk de Wezel. Dat is heel mooi. Maar ik weet natuurlijk precies wat je wilt. Dat heb ik je al 100 keer uitgelegd. Ja, maar dat blijft niet hangen. Eigenlijk vind ik ze lessen van deze. Ik doe narigheid graag, alleen maar narigheid. Ellendige, vervelende narigheid. Er kan op de wereld geen genoeg narigheid zijn. Aha, dat is slim. Dat is heel slim. Dat is bijzonder slim, ik weet wel. Maar één vraagje. Waarom verzint u van dit soort spelletjes? Dat lijkt me duidelijk. Maar spelletjes zijn toch leuk? Daarom verzin ik hele nare spelletjes. Nare spelletjes waarin alles stuk gaat. Ik heb die rode pixelgeneraal verzonnen en die blauwe. En al die andere vervelende kleuren. En ze hebben zelf geen idee waarom ze vechten. Maar zolang ze vechten, heb ik het voor elkaar. Ha, ha, ha. Waarom lachen ze stom, Rado? Die lachen ook. Maar ik lach slim en gemeen. Dat kan je niet, want jij bent dom. Maar ik ben meestal zo gemeen. In ieder geval, de veiligheidsspel doet zijn werk. Alles gaat uitstekend. Ik had het gevoel dat het een heel slecht einde was. Ha, ha, ha. Niet lachen. Ik zie ze nergens. Ze kunnen toch niet helemaal weg zijn? Je vriezen lol. Kijk ze eens naar de computer. Die zag het toch niet zo uit vanmorgen. Hebben ze hun vingers? Hoe kan dat geschreven? Die verzenen kinderen de schuld geven. Hoe moet mensen kan? Je weet precies hoe kinderen zijn. Je kunt ze niet vertrouwen. Je moet alles heel hard schreeuwen, anders luisteren ze niet. In de klas zijn ze altijd heel vervelend. En buiten ook altijd. Weet u? Ik moet de waarheid zeggen, ik heb eigenlijk een enorme hekel aan kinderen. Altijd al gehad. U dan niet? Nee, ik mis ze. De eerste is met ze en ik ga uitzoeken wat. Ze spijbelen. Let op mijn woorden. Leer mij de kinderen kennen. Altijd hetzelfde. Bent u misschien van ijzer? Pardon? Nee, de juffrouw is niet kwaad. Want ze is van ijzer. Wilt u deze witte aan even vasthouden? Is het wel veilig dan? Weet ik niet, hou gewoon even vast. Geen teken aan. Hou vast! Met de kans. Zo. Ken ik hem niet. Zo. Mannen. Zo. Thank you.
elkaar tegen. Hier zou ik niet willen wonen. Abasta, waar was je nou? Iedereen was aan het zoeken. Je kon je nergens vinden. Ik zag licht flitsen bij het pikstofkanaal. En ik dacht, er zijn weer kinderen in moeilijkheden. En toen vond ik hen. Ze kunnen hier niet blijven. Daar hebben we alleen maar last van. Ze kunnen hier best blijven. Ze willen ons zelfs helpen. We redden onszelf wel. We zijn hier veilig. Nou, dat zijn jullie dus niet. Als er straks iemand bij level 10 komt, gaan jullie hier ook aan. Er is nog nooit iemand bij level 10 komen. Dat gaat ook nooit gebeuren. En als ze komen, zijn we er klaar voor. Please. Ik wel in ieder geval. Doe niet zo dom. Natuurlijk komt er ooit iemand bij level 10. Met alle spellen zo. Zij moeten al... Wow. Geen ruzie. Dat wil ik niet hebben. Als jij niet voor die vreemdelingen mee zou nemen, zou je nu geen ruzie hoeven te hebben. We hebben wel andere dingen aan ons hoofd. Abasta, doe het dan maar heel goed. We hebben alleen maar ellende van die goede bedoelingen. Ik wil dat ze weggaan. Voor mij hoeven ze helemaal niet te gaan. Het is niet al aardig uit. Jij vindt het niet iedereen aardig uit, maar dat komt omdat jij dom bent. Ik ga in ieder geval niet meer eten met hun delen, als je dat maar weet. Let maar niet op haar. Je weet namelijk niet wat ze heeft meegemaakt. Als je dat zou weten, weet je waarom ze zo was? Weten jullie dat zeker van? Heel zeker. Nou, dan moeten we meteen weer weg. Kijk, dat komt er nou van. Ik vertel alleen de waarheid. Ja, maar zij denken dat ze nog weg kunnen komen hier. En dat is niet zo. Want je zegt zelf, er is niet zoiets als een L. Dus... Wat zijn jullie daar te smoezen? Ja, misschien mogen we even meesmoezen. Zou wel zo aardig zijn. Weet je, we raken allemaal een beetje geïrriteerd. Misschien moet ik jullie een plekje wijzen waar je kunt blijven. Ja, ik ben best vermoeid. Ik ook. Ik weet wel een plek waar ik aan de rusten. Ik vind school vreselijk. Maar dit vind ik wel heel erg. Jannie, ga je mee? Ja, zo. We moeten even uitrusten. Ik kom zo. Ik zou nog wel even met haar willen praten. Gewoon om te weten hoe het hier is. Wat is? Ze leven op een plek waar dat het oorlog is. Wat weet wij er nog van? Gek niet. Dat weet ze niet. Je kent haar niet. Ze doet raar. Als je iemand niet kent, kan je niet op oordelen. Ik ga even met haar praten. Moet dat nu? Ja, dat moet nu. Oké, doe het maar. Hoi. Oh, sorry. Waarom zeg je sorry? Omdat ik gek neem met mijn handen. Ik doe zo vaak gek. Echt? Ja. En wat wil jij dan? Oh, ik vertel. Nou, dat weet ik niet hoor. Ik wil het heel graag weten. Ik heb op zolder een kledingkist. Met allemaal kleren van mijn oma. Stapels. Jassen, tassen, stola's. Echt? Ja. En wat doe je daar dan mee? Dan verkleed ik me. En dan word ik koningin. En dan heb ik allemaal prachtige juwelen om. Doet doet. Doet doet. Wat doe jij nou? Ik ben een lakei. Een koe staat klaar. Er staan 4 witte paarden voor. Echt? Het is een hoop zoals het doet. De teugels zijn vertrekt op en de deur zijn gesuikerd. Ik ga bijna trek. Stap er maar in. Maar er is helemaal niks. Wel als je ogen dicht doet. Dan is alles erg. Nou, daar ben ik niet zo goed in hoor. Dat leer vanzelf als je er. Er is niks. We hebben niks. Je zal toch wel iets hebben? Een pop. Of een houten wagen. Maar je hebt helemaal geen spullen nodig om te spelen. Je hebt alleen maar je hoofd nodig om te spelen. Kijk, dus dan kun je dan maar als je wilt. Je hebt gewoon helemaal geen spullen nodig om te spelen. Zullen wij vriendinnen worden als het later vrede wordt? Of nu al. Kun jij zingen? Ik kan hier toch niet zingen? Wil je een liedje voor mij zingen? Dat zou ik fijn vinden. Onbekend. En niemand ziet hoe klein je bent.
oorlog, gaat de oorlog ooit uit jou? Mooie ogen zijn vergiftigd, zijn aan het geweld gewend. En niemand ziet hoe klein je bent. Waar komt kappen nou? We hebben onze eigen problemen. We kunnen er niet iemand anders bij hebben.
niet, Bakel. Vriend, wie bent u? Mijn naam doet u niet toe. Maar ik moet zeggen, ik heb het behoorlijk naar mijn zin. Veiligheidsspelden. Pardon? Ik keek naar uw jas. Mooi hoor. Vind je? Ja, zo zie je ze toch niet vaak. Zelf gemaakt. Wat project doen? Niks. Ik denk dat ik het niet zoveel kan doen, toch? Ik heb verloren. Precies! Ik wezel, ik wezel! Nee! Ik zocht u overal! Bedankt, Radar! Help me te herinneren dat als ik een fancy dat ik hierin doe! Waarom dat nou weer? Ja, waarom zou dat nou zijn? Ja, dat weet ik wel. Ik weet al wel een vermaardigheid. Dat komt als kind niet altijd voor de spulletjes. Mond houden, Radar! Ach, je moet er toch niet mee zitten. Zo vervelend, maar sindsdien had hij een vermaardigheid. Grottigheid. Daar ligt een beetje van op. Niet waar, ik weet toch? Dat is niet waar! Niet waar? Wel waar. Echt waar, hoor. Hou je op een broek. Als ik wel eens aardig tegen hem doe, begint hij te roken. En roken is verboden. Vooral op school. Mond houden, Draadrak! Hier, kwezel in Draadrak. Leuk stel. Wij zijn helemaal niet leuk. En wij zullen ervoor zorgen dat over een paar uur level 10 ook vernietigd wordt met alles en iedereen erin. Ja, om 5 uur toch? Doe me niet zo dapper, jij. De straf schreeuwt om je moeder. Ik ben hier de baas. Ik en niemand anders. Draadrak, mee! Maar dat is het! Als we straks terugkomen op school, ga ik meteen een klacht tegen indienen. Draadjes vasthouden. Vreselijk! Juf Lieselol, als je nou niet snel verandert in de hele lieve juf, sta ik niet voor mezelf in. Ik heb geen reden om aardig te worden tegen een meisje die mij in zo'n vreselijke toestand heeft gebracht. Het is hier erg. Als je even mond houdt, praat ook. Ik praat niet te veel. Ik ga uit en nooit totaal verontwaardiging. U bent los! Kunt u dit helpen? Nee, ik heb last van mijn handen. Nu ga ik iets doen waar u het komende uur mond wel van moet houden. Dat is? Auw, niet zo hard! Rustig! Hou nou gewoon in je mond. Moet je die kinderen gaan zoeken? Dus, als we dit doen, komt alles goed. Grotere onzin wordt nooit gehoord. Ja, het slaat op niks, Bakel. Nou, we kunnen het toch proberen. Ik vind het sowieso een goed idee. Ook als het niet helpt. Dan hebben we dit in ieder geval geprobeerd. Het is onzin. Nee, Bos, dat is het niet. Het is alleen maar zijn bedoeling om nadigheid te krijgen. Maar als er nou een feest is, dan heeft het allemaal geen zin. Een feest in level 10? En wat als de pixelgeneraals nou komen? Met de leger? Dan feesten we gewoon door. Dat is iets waar ze geen antwoord op hebben. Er valt gewoon nooit een oorlog te winnen. Van plezier. Ik denk dat Baron gelijk heeft. Met kogels verslaan ze toch niet. Maar misschien met een lach? En met dansen? En zingen! We vechten gewoon met onze wapens. En onze wapens zijn plezier. Ze vliezen door. Kijk, daar zijn ze. Meester Kamps? Wat jongens, we gaan meteen naar huis. We kunnen nog niet naar huis, meester Kamps. Ofwel, we gaan nog niet naar huis. Nog lang niet, nog lang niet. We moeten eerst nog wat doen. Wat dan?